Kinderen in Egypte helpen in dit voedselbedrijf mee om honderden dozen te vullen. Ook Mariam van 9 doet mee. In de dozen worden dingen gestopt waar een groot tekort aan is in Gaza. Mariam en de andere kinderen helpen vrijwillig mee. Ze willen iets doen voor de gevluchte Palestijnen. Het medeleven hier in Egypte met de mensen in Gaza is echt enorm. Er zijn hele grote inzamelingsacties geweest. En nu kunnen ze al deze dozen vullen met lekkere en voedzame dingen voor de mensen en de kinderen in Gaza. Dit is een van de vluchtelingenkampen in Gaza. Er wordt gekookt op vuurtjes. Door de oorlog met Israël zijn honderdduizenden Palestijnen hun huizen kwijtgeraakt. Ze wonen nu vaak in tenten. Er is te weinig voedsel en schoon drinkwater voor alle mensen. Er is wel hulp voor de Palestijnen, maar niet genoeg. Honderden vrachtwagens met hulpgoederen moeten vaak weken wachten voordat ze van Israël Gaza in mogen. Deze kinderen in Egypte vinden dat hun dozen met voedsel snel in Gaza terecht moeten komen. Maar het is dus nog niet zeker of alle dozen daar ook echt de grens over mogen. Toch blijven ze helpen. Ik ben niet zo'n probleem, maar ik kan niet.